Vergeet niet om de pindakaas goed naar beneden te drukken, zodat de muizen moeite moeten doen om het te pakken. Dan pak je met je nagel zet je de klem. Je houdt hem met je duim vast. Dan zet je het pennetje in dat ronde klemmetje. En denk erom dat. En ondertussen pak je met je wijsvinger het over. En op het moment dat hij niks doet, is het goed natuurlijk. En dan druk je hem heel voorzichtig op scherp met die andere vinger, terwijl je hem ondertussen met je wijsvinger vasthoudt. Zodat hij net niet over het randje heen is. Zorg dat het randje geen braam op zit, een oneffenheid, want dan gaat hij niet af. En dan laat je je vinger los en dan staat hij op scherp.